Vorige week sneuvelde in de Provinciale Staten een motie van de SP voor financiële ondersteuning voor de Dorpensingel Oost. En daarmee komt het alternatief, de Ressense variant, weer nadrukkelijk in beeld. Waarom hebben de Ressenaren daar zo'n moeite mee? Nou, bezwaar tegen de Ressense variant is dat men ziet dit als de goedkoopste oplossing. En het is funest voor het beschermde dorpsgezicht hier in Ressen. En daarbij vind ik gewoon dat de gemeente onbetrouwbaar is in zijn handelen. Omdat dit ooit bestempeld is als een beschermd dorpsgezicht. En uiteindelijk het nooit geworden is. Het bureau Haskoning bracht onlangs op verzoek van de gemeente Lingewaard een rapport uit over de kwestie. Daarin kwam de Ressense variant als beste optie uit de bus. Een rapport van de Haskoning hebben we mogen inzien de afgelopen week. En wat opvalt is dat in het begin er heel veel uitgeweid wordt over het feit dat de Vossenpelstraat verkeersluw gemaakt moet worden. Er wordt heel breed uitgemeten met allerlei afmetingen en waarom dat vanwege de erfaansluitingen geen goede doorgangsweg is. Terwijl wij zeggen, hier is de Ressense straat net zo breed als de Vossenpelse straat. De Hoekse Hofstraat, die straks open gaat, wat men wil, die is zo mogelijk nog veel smaller. En al die erfaansluitingen, dat zijn er nog veel meer als de Vossenpelse straat. Dus er wordt kennelijk met twee maten gemeten. De vereniging Dorpsbelangen Ressen roept nu gemeenteraadsleden op om samen met hen in actie te komen tegen de gang van zaken. Ook zij zijn behoorlijk tegen deze variant. Ook het niets doen was een optie die ze eigenlijk in het rapport van tafel geveegd. En we gaan met z'n allen proberen dit onzalige plan ongedaan te maken. De Gelderse SP maakte zich als enige wel hard voor de bewoners van Ressen. Ik denk dat de meeste partijen op het standpunt hebben gestaan. In het verleden, 2010, heeft de gemeente Nijmegen 13 miljoen gehad om deze problemen op te lossen. Ja, zo kun je denken. Alleen daar zijn de mensen in Ressen niet mee geholpen. Het geld is er. Nu is het gewoon puur een soort ideologische kwestie. Moeten wij een gemeente helpen of niet? En dan zijn wij ervoor om inderdaad voor die mensen dan maar te helpen. En andere partijen kiezen ervoor. Nee, wij gaan voor zoals het hoort. Ik kreeg echt wel signalen dat het nu heel erg nijpend wordt. En dat als er niet snel gereageerd wordt door de provincie, dat dan gewoon die Ressense variant komt. Die mensen in Ressen die hebben al enorm veel last van de A15 en van de A325. En als er ook nog een keer het afvoerputje van dezelfde snelwegen doorheen komt, dan wordt het dorpje onleefbaar. Dus vandaar ook onze oproep, doe iets, provincie.